We zijn er, we zien in en we gaan even binnenkijken naar onze stand en dan gaan we de bus uit. Oké, alles is uit de bus en het ziet er eigenlijk weer precies hetzelfde uit als vorig jaar. Een hele hoop dozen en een hele lege stand en Hendrik. En we gaan nu dus beginnen met opbouwen. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Het is een beetje een probleem, want ik dacht dus niet dat we een hoekstand hadden, maar we hebben wel een hoekstand. Dus nu moeten we het hele idee een beetje veranderen. Maar goed, we gaan improviseren en ik laat jullie straks zien hoe het wordt. We zijn nu net bij het hotel geweest. Super handig. Hier is de beurs en daar is het hotel. Dus we kunnen echt vrij makkelijk lopen het hele weekend. En dat is wel fijn, want als je ook nog heen en weer moet rijden, wat we de vorige keer moesten, was het toch een beetje te veel van het goede. Vanavond is het van 7 tot 9 open en het is nu ongeveer 6 uur. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zijn wel heel veel mensen die op de beurs staan. Dus ik weet niet of het druk wordt of niet, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. Henny, jij ook? Ja, zeker. Oké. Nee. Ja. Jawel! Oh, nou ja, oké. Okay. It's your boy Marie. En it's your boy Mariette, postkiewers.nl. En we staan mede eens in Brussel. En het is hier mega. Kijk maar even hierheen. Ja, vet cool. En onze stand is zeer geslaagd. En we gaan zo beginnen. En ik ben heel benieuwd. En het wordt super. Ik ben altijd benieuwd. En dat is ook alleen maar helemaal niet erg. Nee, dat was hem? Ja, ik denk dat dit het was. Dit is dus een super grote hal, maar hier zijn allemaal YouTubers en game mensen en die hebben hier straks een tafeltje. Maar hoe cool is dat? En hoe jammer is het dat ik niemand hiervan ken, want ze zijn allemaal Frans. Het is wel echt super cool. Ja, dat was weer te laat. Kijk hoe leuk het is. Oh, opnieuw? Superleuk! Yeah. Oei! En hier staat postkiewers.nl D20. Kijk, Look I watch van onze koffie.
weer. We zijn weer bij het kantoor. Kijk, dit is de bus. Nou, die zit daar eigenlijk helemaal vol met lege dozen. Wat natuurlijk wel heel erg super fijn is. Dus we hebben helemaal niet zoveel werk meer. We gaan het nu naar binnen laden en dan zie ik jullie straks nog. Jongens, ik ben zo blij, want Hanna heeft het hele kantoor opgeruimd. En het was echt een zootje. En het is nu weer netjes. Ja, behalve dan dat we nu net niet er weer neer moesten zetten natuurlijk. Maar oh, yes. Duizendmaal dank voor Hanna. Je zag net dat wij de doos aan het uitladen waren. Ondertussen gebeurde er ook iets anders. Hanna was namelijk de pakketjes die naar het postkantoor moesten, dus die we gingen versturen, is ze weg aan het brengen. Dus zo kon ook de webshop doorgaan en wij konden op de beurs staan. Dus dat is echt super. En ik ben nog niet klaar, dus we gaan nog even verder. Tot zo! Nou, we zijn weer op het kantoor. Het is super netjes, dankzij Hanna. Hendrik is er ook en dankjewel dat jullie mee hadden. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het leuk dat er veel van Mede-Asia mensen naar ons toe zijn gekomen om te zeggen dat ze ons YouTube-kanaal heel erg leuk vonden. Super bedankt. Heel erg leuk dat jullie er waren. En ja, het was een heel leuk weekend. We gaan nu weer ons voorbereiden op de volgende evenementen. Want we gaan naar Utrecht, naar Dutch Comic Con. We gaan naar Facts in Gent. En we gaan naar Dokomi in Düsseldorf. Dus daar ga je ons de volgende keren zien. En daarna natuurlijk ook weer. Dus dank jullie wel voor het kijken. En dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Was het awkward? Nee. Oké. Doei. Doei.